Goedemiddag, dit is het NOS-journaal in makkelijke taal. En ik ben Saïda Magee. In dit journaal gaat het over de verkiezingen in Amerika. Wie wordt de nieuwe president? We vertellen hoe het gaat met de controles aan de grens met Duitsland. En we laten zien dat mensen het niet eens zijn met het verbieden van mopshonden. Het zijn belangrijke dagen voor de politiek in de Verenigde Staten. In het land zijn binnenkort verkiezingen voor een nieuwe president. En de strijd gaat tussen deze twee mensen. De Verenigde Staten liggen hier. De verkiezing voor een nieuwe president gaat tussen de kandidaten van twee partijen. Kamala Harris is de kandidaat voor de Democraten. En Donald Trump is de kandidaat voor de Republikeinen. En dit is de laatste week voor de verkiezingen. En die verkiezingen worden spannend, want allebei de kandidaten hebben ongeveer evenveel kans om te winnen. Ze doen er nu alles aan om de kiezers over te halen om op hun te stemmen. En dat doen ze door te vertellen wat ze belangrijk vinden. Dit zijn de onderwerpen waarover de kandidaten het hebben. De economie, dat is voor de kiezers in Amerika het allerbelangrijkste. Mensen willen weten wie het meest doet voor hun inkomen. Hoe duur zijn de boodschappen en de benzine bijvoorbeeld? Of wie zorgt ervoor dat mensen nog een huis kunnen betalen? Naast de economie is ook abortus een belangrijk onderwerp. Trump wil strenge regels voor het beëindigen van een zwangerschap. Harris vindt dat vrouwen daar zelf over mogen beslissen. De kandidaten praten ook veel over immigratie. Zo zegt Trump dat er te veel immigranten stiekem in Amerika zijn en dat die mensen het land uit moeten. Harris wil die immigranten juist beter opvangen en meer mensen een verblijfsvergunning geven. De presidentskandidaten praten veel over deze onderwerpen. Maar ze hebben het ook vaak over elkaar. En dat doen ze op grote bijeenkomsten met veel aanhangers. Dit is zo'n bijeenkomst van de Republikeinen. Hier vertelde Trump dat hij tegenstander Harris een slechte kandidaat vindt. She's unfit for office. Everyone knows it. No one respects her. No one trusts her. No one takes her seriously. En dit is een bijeenkomst van de Democraten. Hier noemt Harris haar tegenstander Trump juist een slechte keus. Donald Trump has become more confused. More unstable and more angry. And it is clear he has become increasingly unhinged. De verkiezingen in de Verenigde Staten zijn volgende week dinsdag. Dit is het journaal in makkelijke taal. We gaan verder met grenscontroles in Duitsland. Dit jaar zijn al ruim 50.000 mensen tegengehouden bij de Duitse grens. En bijna de helft van die mensen mocht na de controle het land niet in. Sinds september zijn er controles aan de grens tussen Nederland en Duitsland. Duitsland voert ook controles uit aan de grenzen met andere landen. De grenscontroles zijn bedoeld om mensen tegen te houden die het land niet in mogen. Bijvoorbeeld omdat ze niet de juiste papieren hebben, zoals een verblijfsvergunning. Duitsland heeft strengere grenscontroles ingevoerd omdat het land bang is voor terreuraanslagen. Dit jaar waren er namelijk meerdere aanslagen. Duitsland hoopt met de controles te voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen het land binnenkomen. Bij de grens worden mensen van de weg gehaald. Dan worden hun paspoort en de auto gecontroleerd. Als er iets niet in orde is, mogen ze Duitsland niet in. En dat is dit jaar dus duizenden keren gebeurd. De Nederlandse regering wil eind deze maand ook grenscontroles gaan houden. Ze willen dan vooral asielzoekers controleren. Hoe dat precies gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Dit is een mopshond. Ze hebben een platte neus en kunnen daardoor vaak moeilijk ademhalen. Politici willen de honden daarom verbieden.
Maar mensen die zo'n hond hebben, zijn het daar niet mee eens. Afgelopen weekend kwamen baasjes van deze honden bij elkaar om ze samen uit te laten. Ze vinden het geen goed idee dat hun huisdieren worden verboden. Als dat niet in Nederland mag, dan ga ik verhuizen uit Nederland. Voor de mopshond? Ja. Ik vind een mopshond zo'n geweldige hond. Daar kan een andere hond niet aan tippen. Leef en laat leven. Ja goed, maar als ze moeilijk adem kunnen halen, is dat wel zielig, toch? Ja, kijk. Iedereen heeft wel zijn kwaaltjes. Oh, heb je ook bij mensen, hè? Niet alleen bij honden. Politici willen niet alleen mopshonden verbieden, maar ook andere dieren. Dieren die last hebben van hun uiterlijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om katten met dubbel gevouwen oren. Die krijgen sneller oorpijn en andere klachten. Of naaktkatten. Die hebben vaak huidproblemen. En dieren dus met platte neuzen. Zoals Perzische katten en mopshonden. Het fokken van dit soort dieren is al verboden in Nederland. Maar niet alle fokkers houden zich daaraan. Of mensen kopen de dieren in het buitenland. Politici willen daarom dat ook het kopen van dit soort dieren verboden wordt. Wanneer dat verbod ingaat, is nog niet bekend. Ze moeten eerst nog bedenken hoe ze het precies gaan aanpakken. Maar de regels worden in ieder geval strenger. Deze hondeneigenaren hoeven niet bang te zijn dat ze hun huisdier weg moeten doen. Ze mogen hem houden tot hij doodgaat. De nieuwe regels zijn dus alleen voor mensen die een nieuw huisdier willen kopen. En dan het weerbericht. Vanavond is het bewolkt en er valt soms motregen. Morgen verandert er weinig. Het wordt een sombere herfstdag. Pas in de loop van de middag gaat het minder hard regenen. En het wordt 14 tot 16 graden. In dit journaal ging het over de verkiezingen in de Verenigde Staten. We vertelden over de controles aan de grens met Duitsland. En we lieten zien dat mensen het niet eens zijn met het verbieden van mopshonden. Dit was het voor nu. Morgen is er weer een journaal in makkelijke taal. Tot dan!